Dat is wel lang geleden. Maar ik doe. Maar dus een dag voor de Oude West regelde ik interview met Jacques Chappelle. Die man die werkte bij de Wereldomroep. Die is nu helaas overleden. Die deed de laatste jaren fitnessverslag. Maar in mijn tijd Wereldomroep. En al die mensen die op Oude West staan en transistor radio in aan. En die luisteren wat wij te vertellen hebben. Hè? Ik zeg Jacques Chappelle, joh, ik zeg maar goed luisteren. Ik zeg, lieve Nederlanders, ik weet dat u luistert. Ik zeg, ik ben niet de beste in berg op rijden, maar jullie staan morgen op de Alpe d'Huez met 25.000 man en jullie kunnen mij wel helpen. Jacques Chappelle zegt, hoe dan? Ik zeg, nou, de eerste de beste Nederlander die mij ziet in bocht 2, die moet mij gewoon duwen. Totdat hij bij de volgende Nederlander is. Ik zeg, en jullie staan er wel met 25.000 man, dus als je één lange rij maakt, ben ik zo boven. Als Chappelle zegt, je bent net een gek. Ik zeg, ja, wat ze doen, ben ik wel blij. Als een uitgeknepen citroen, jongens, zat ik daar op de vies. Maar ik hoor tussen bocht 1 en bocht 2 over de berg galmen. Hij komt eraan, hij komt eraan. Maar ik had je vroeg gelijk. Ik zei, dit is voorbij. Hè? Dus ik trek split naar bocht 2. Ik denk, want daar moet wel een kop rijden. En daar stonden ze, alle Nederlanders. En ik ging van een handje naar een handje, jongen. Ze begonnen met te duwen. Zoveel gang heb ik naar Noord gaan, bergop. Bocht 6 en bocht 9. Dat zijn de snelste bochten van de oude mensen. Ja, mevrouw Emma, ik moest gewoon remmen. Hier vanuit Nijverdal, zeker wel door aangereden. Rob Harbeling. Waarde, excuses. Maar als je ging naar die Nederlandse renners kijken, dan kreeg je voetes. Dus ja, dat was te danken aan jou. En ik dacht, dat zal toch niet meer wel, maar dat was dus zo. Gebeurde wel. Ze zagen, we komen een Nederlander aan en dat stond al, soms allemaal. Maar dan hadden wij de volgende truc. Dat was dat wij moesten dan zo doen en dan dit gebaar maken. Ja. Maar hij zei, prim, maar dan moet je gewoon zeggen, blijf het duwen, blijf het duwen. Dat verstaat niet van gewoon. Dus die jury die dacht van, ja, hij kan er niks aan doen. Dus ja, dat kan je niks aan doen. Ja. Maar het is een, dit is voor mij een opwarmer, hè. Je moet een beetje in aanloop nemen, een beetje infietsen. En dit is eigenlijk in de aanloop naar de Ronde van Almelo een mooi begin. Om eens even te luisteren naar twee matadoren. Die heel veel van fietsen af weten en die ons heel veel kunnen vertellen. En ook op zo'n avond kunnen vermaken. Gert Jacobs staat ook bekend voor zijn mooie anekdotes. En ook Rob Harmeling kan het op een hele bijzondere, ludieke, maar ook evenwichtige manier vertellen. Nee, maar Robby, ik kan wel op, dat gebeurt me niet. Maar weet je wel hoe dat gaat? Die Rome is er nu toe. Dat is gewoon een klein zoentje links op de wang, een klein zoentje rechts op de wang en voor de rest doen ze helemaal niks. Dat kun je toch wel? Of niet? Maar ik kom uit Drenthe en dan doen ze dat anders, hè? Want die derde die is plat op de bek. Nou ja, wij zijn elk jaar weer opnieuw bezig om de wielerronde te vernieuwen. En voor te zorgen dat er een fantastische wedstrijd ontstaat, maar met name ook het randprogramma. Er moet natuurlijk voor heel veel mensen in de regio een geweldig feest zijn. En dat, neem van me aan, dat wordt het ook deze keer. Dit Wielercafé is een geweldig leuk initiatief, waarin we toch een inkijkje krijgen in het hele wielrennersveld. Ja, maar we hebben elk jaar ongeveer zo'n 40.000 bezoekers bij de wielerronde. En in die zin ben ik ervan overtuigd dat ook dit jaar weer een geweldig feest gaat worden.